Het mislopen van promotie heeft ook gevolgen voor al het andere personeel van NEC. De club zal waarschijnlijk afscheid nemen van een deel van het kantoorpersoneel. De club staat voor ingrijpende veranderingen nu promotie naar het hoogste niveau van de baan is. Ook na de degradatie in 2015 moest de club een flink deel van het kantoorpersoneel laten gaan. Algemeen directeur Wilco van Schaik kreeg bij zijn aantreden de taak mee om het structurele verlies van de club weg te werken. Nog een jaar eerste divisie betekent dat de begroting niet zal stijgen, waardoor ontslagen, ook op kantoor, onvermijdelijk worden.